Woensdag 7 maart, iets voor 6 uur 's avonds, komen twee in het donker geklede mannen de Scapino binnen hier in Alkmaar. En ze hebben niet veel goeds in de zin. Het gaat om de Scapino in Alkmaar, aan het Vijvertje. Die middag filmen camera's van Stadstoezicht deze mannen op een scooter. Gefilmd vanuit de V&D, tegenover de Scapino, zien we de twee mannen binnenkomen. Er zijn op dat moment twee winkelmedewerkers aanwezig, geen klanten. Die mannen die dreigen met een vuurwapen en die geven aan dat ze geld willen. En nadat ze dat geld afgehandeld hebben gekregen, zijn ze de winkel weer uitgegaan. Bekend is dat de twee overvallers gebruik hebben gemaakt van een grijskleurige scooter voor die overval. En ze zijn daarop aankomen rijden uit de richting van de Zilverstraat. En ze zijn ook in die richting weer vertrokken op die scooter. Die scooter is gestolen. De eigenaar van de scooter mist hem al sinds 1 december 2011. Hij stond toen op de Graalstraat in Alkmaar. De scooter die heeft vrij lang voor die overval rond kunnen rijden. Dus misschien dat iemand informatie over die scooter heeft. En hij is 2 dagen na de overval op vrijdag 9 maart teruggevonden in Heiloo op de Matthijs zonder huisweg. Dus, en die stond daar op dat moment al vermoedelijk 2 dagen. En dat zou dus betekenen dat hij op de dag van de overval daarachter is gelaten. 3 maanden later, op 27 juli, wordt de Scapino nog een keer overvallen. Het is in de ochtend gebeurd. En het is wel heel opmerkelijk dat het bijna op dezelfde wijze is gebeurd. Daar zijn wel 2 verdachten bij aangehouden in Heiloo. En de scooter van de eerste overval is natuurlijk in Heiloo aangetroffen. Dus dat is wel heel opvallend. Een van de medewerkers van de Scapino heeft beide overvallen meegemaakt. Nou, het is psychisch natuurlijk hartstikke zwaar om overval te moeten meemaken. Een van de medewerkers heeft zelf allebei de overvallen meegemaakt. En zij kan ook niet meer in dit filiaal hier werken. En de tweede keer waren ook klanten aanwezig. En dat is natuurlijk vreselijk. De politie neemt deze zaken erg hoog op. Herkent u de mannen op de beelden? Of weet u misschien iets meer over de scooter? Misschien heeft u de scooter tussen 1 december en 7 maart gezien. De beelden in deze uitzending zijn van de overval op 7 maart. Maar mocht u meer weten over de overval van 27 juli, dan hoort de politie dat graag van u. Belt u met uw tips naar de politie Noord-Holland Noord via 0900 8844 of anoniem via meldmisdaad anoniem 0800 7000.